Ja, oké. Okay. Loop van die kant uit. Goed zo. Deze dames, die hebben de Vierdaagse ook gelopen, hè? Hoi, wie ben jij? Dioka. Hoe ging het vandaag? Goed, het was superleuk. Echt waar? Ja. Yeah. Wat was er zo leuk aan dan? Met lopen en dan iedereen die zo kijkt. Ja. En jullie hebben ook gelopen, hè? Hoe heten jullie? Sarah, Yveske, Fenne. Zo, en zijn jullie vier vriendinnen? Ja. Ja.
En jullie hebben met z'n allen gelopen. Hoeveel kilometer? 5. Nou, dat is knap hoor. Dat is 5, dat is 10, dat is 15, dat is 20 kilometer bij elkaar vandaag al, hè? Ja. En jullie hebben ook allemaal iets gekregen, zie ik. Wat is het allemaal? Een prijsbal, snoepjes. Oeh, ik dacht dat we een beetje gezond gingen voor water en appeltjes en zo, of niet? Nee. En die prijsbal die staat ik voor de voeten in bad? Ja, en ook voor je lichaam. En gaan jullie volgend jaar weer meedoen? Ja. Jullie ook? Gaan jullie volgend jaar weer meedoen? Ja. En nu, naar de kermis? Ja, ik wel. Jij wel? Ja. Nou, veel plezier nog, hè? Ja. Jullie hebben met z'n allen gelopen vandaag? Ja. Hoeveel kilometer? 5. Met z'n allen 5. Nou, dat is 25 dus. Volgend jaar de 10. Volgend jaar de 10. En waarom heb je dat nu nog niet gedaan dan? Dat we dat niet wouden. Mag niet van jullie ouders? Oké. En jullie hebben wel van alles om je nek hangen nu? Ja. En een knuffel. Daar doen we het voor. Ja. Daar doe je het voor? Ja. Okay. Knuffel. En dan nu? Naar de kermis? Ja. Ja? Ja? Ja, lekker van de keer misschien. Okay. En misschien wil je nog even de groeten doen aan je vader. Ja, vind ja zeker. Doe maar even allemaal. Ja. Ik hou van je pap. En de groeten van. En ook van Ronan. Dank jullie wel, hè. Ja. Alsjeblieft. Gelopen? Ja. Ja. Hoeveel kilometer? 10. Allebei 10. En hoeveel kilometer heb jij gelopen? Ook 10. Nou, ik vind het super knap, want 10 kilometer en dan 4 dagen, dat is toch een heel eind, hè? Ja. Ja. Zijn jullie niet moe nu? Nee, we gaan heel veel op de kermis feesten. Ja, zeker. Zeker. Ja, je kan nog gewoon naar de kermis nu. Ja. Ja. Okay. En heel veel oliebol eten. Oh ja, dat is lekker, hè? Want als je zo hard gelopen hebt, dan moet je daar ook weer een beetje bij, hè? Ja. En ga je ook nog naar de kermis? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Okay. En ga je volgend jaar weer meedoen? Ja. Nou, oké. Okay. Heel veel plezier dan nog, hè, op de kermis. Ja. Doei. Doei. Sinds september en weer bijna kermis. En dan is het dus ook tijd voor de avondvierdaagse. Voor de 40ste keer al, Arjan. Arjan, jij bent degene die nu mede organiseert. 40ste keer, hoe gaat het? Het loopt met de voetjes, zoals ik ieder jaar zeg. En het gaat gewoon ieder jaar weer goed. En dit jaar ook weer. Hoeveel deelnemers heb je? We hebben voor dit jaar een deelnemersaantal van 1468 deelnemers. Dat is alweer veel meer dan vorig jaar, hè? Ja, meer dan 400 erbij. Een succes dus? Ja, zeker. Als ik kijk ook hier weer in de Schouwburg waar iedereen binnenkomt, is het weer lekker druk. Lekker druk in de grote straat, lekker druk op het parcours en is een mooie avondvierdaagse zo. Veel mensen die meedoen, veel kinderen, maar ook ouders, want het is voor jong en oud. Ja, het is voor jong en oud. We hebben, zoals je net al zei, vanuit allerlei leeftijdscategorieën deelnemers. En wij hebben ook een internationaal lopersveld, kan ik zeggen, want we hebben 4 wandelaars uit Duitsland. Ah, en hoe komen die hier terecht dan? Hoe ze hier terecht gekomen zijn, dat weet ik niet precies. Maar misschien hebben ze ergens iets op internet opgevangen. Ze hebben ons gemaild of dat ze mee mochten doen, want het zijn wat oudere lopers. Ze lopen allemaal de 15 kilometer. Maar ik ben wel trots op dat we kunnen zeggen dat we een internationaal deelnemersveld hebben. Ja, zeker, want het is natuurlijk altijd mooi als je Kuik en directe omgeving kunt laten zien, toch? Ja, zeker mooi om Kuik te promoten en dat gebeurt zo goed.
Vier afstanden heb je nu. Hoe bevalt dat? De vier afstanden bevalt goed. Vorig jaar zijn we begonnen met de 2,5. Daar hebben we ook dit jaar weer gezien dat we 100 meer lopers op de 2,5 zitten. Dus daar zit de verwachte groei in waar we hebben. De grootste afstand, of de langste afstand, de 15, die blijft gewoon gelijk zoals vorig jaar. En ja, dat is ook gewoon mooi dat je die mensen gewoon een lekkere wandeltocht kunt geven. Nou ja, Kuik en directe omgeving, daar verandert natuurlijk niet zo heel veel in de routes. Maar ben je daar nog tevreden mee of zeg je van nou, dat moet toch een keer anders? Ja, er gaan altijd wat dingetjes waarvan ik denk van het zou leuk zijn als we eens een keer de routes een beetje veranderen. Misschien dat we dat volgend jaar gaan doen. En dat wordt een verrassing voor volgend jaar. Ja. De winkeliers die doen ook volop mee, hè? Worden die mensen nou echt gevraagd? Zo van, goh, kom je met een standje staan of zijn er allemaal spontane aanbiedingen? Het zijn combinaties. Zoals ieder jaar staat de Jumbo en Albert Heijn er. Daar gaan wij ieder jaar gewoon naartoe, omdat wij ook gewoon er langskomen. En dit jaar hebben wij twee initiatieven gehad van Kuik Beweegt. Die heeft met ons contact opgenomen of dat ze met een standje konden staan en wat het handigste was. En vandaag bij de molen stond de Rabobank. En die hebben ons ook benaderd omdat ze er mochten staan en wat het handigste was voor hen. Vorig jaar waren jullie ook vooral met het yoga bezig, ook kinderen op gezond gewicht en zo. Nu zie ik toch van heel veel kinderen krijgen natuurlijk bloemen, maar ik zie ook heel veel kinderen die nog volgehangen zijn met allerlei snoepen en zo. Hoe staat de avondvierdaagse daar tegenover? Kijk, op alle dagen wordt fruit uitgedeeld door de net benoemde instanties. De intocht is altijd een feestelijk iets, dus dat ze daar een snoepje krijgen, dat denk ik wel dat kan. Als ze maar gewoon leren dat ze verleidingen moeten kunnen weerstaan en niet te veel snoep eten. En dan zo'n laatste dag, dan mag die beloning er zijn. Ja, laatste dag mag dat wel, ja. Nou, dankjewel. En ga je op naar de 41ste keer? We gaan zeker naar de 41ste keer en die is ook weer volgend jaar voor de kermis. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 10. 10? Ja, dat is hartstikke veel. We zijn eigenlijk eerder binnen dan de vorige keer bij 5 kilometer, dus wel een beetje raar. Heb je gerend onderweg of zo? Een klein beetje, sommige stukjes. Of heb jij hem aangeduwd? Ik heb hem meegesleurd, ja. Ja, ik loop de echte vierdaagse en dan loop je op tempo, hè. Ja. Maar heb je ook gelopen? Ja, zeker. En waar zijn jouw bloemen dan? Die heb ik achtergelaten. Want we moeten even naar binnen, even de spullen ophalen en dan breekt alles af, hè. Dat is dan weer zonde. Dus. En ga je volgend jaar ook weer meedoen? Ja, dat denk ik wel. Ja? Als je zo snel bent, ga je dan de 15 kilometer doen misschien? Nou, dan misschien nog niet. Ja, dat is te ver. Ja. Dat is te ver. Ja, dat is net iets te ver. En heb je nou nog een beetje energie over om de kermis op te gaan? Ja, dat denk ik wel. Als het maar niet gaat regenen. Nee, nou, ik zou gewoon gauw gaan, want nou is het droog. Veel plezier, hè? Oké, doei. Doei. En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de meer dan 1000 deelnemers, echt een record, om de meer dan 1000 deelnemers te feliciteren met hun sportieve prestatie. Dan de kermis. Ik weet niet hoe het met u is, maar als ik hoor kermis, dan roept dat bij mij altijd een sfeer op van nostalgie. Van het weer terugzien van oude bekenden, van echte ouderwetse gezelligheid en dat te midden van allerlei mooie attracties. En ik moet zeggen dat de kermiswerkgroep, bestaande uit de gebroeders Echter, Tini Ooms, de horeca, de dorps- en wijkraden en de gemeente in ieder geval hun uiterste best gedaan hebben om weer mooie attracties naar de gemeente Kuik te halen.